Hallo, ik ben Marco Pil. Ik werk bij InfoSupport en lesgeven is mijn passie. Ik doe het ook al uh, 30 jaar. Ik heb lessen gegeven aan de universiteit, functioneel programmeren. Ik heb lesgeven op de middelbare school, wiskunde, op het HBO en nu bij InfoSupport. Het leuke aan lesgeven uh, vind ik om dingen op een aangename manier uit te leggen uh, en zo simpel dat iedereen het uh, kan begrijpen, maar niet te simpel. Uh, ja, dingen in de praktijk zijn vaak ingewikkelder dan de schoolvoorbeelden. En uh, ja, ik wil graag dat ook die extra stap in mijn trainingen goed aan bod komt. Het leuke aan werken bij Infosupport vind ik dat ik ook uh, in de praktijk in projecten mee kan lopen en kan leren van de praktijkervaringen van mijn collega's, zodat ik ook uh, de praktijkvoorbeelden uit de praktijk mee kan nemen in mijn lessen. Inmiddels uh, ja, is na twintig jaar bij InfoSport werken mijn uh, verzameling aan trainingen nogal breed geworden. Ik geef hardcore technische trainingen in C-Sharp en.net, uh, en maar ook wat we bij InfoSport noemen, way of working trainingen, uh, zoals story mapping, Scrum en specification by example. En tenslotte geef ik ook architectuurgerelateerde trainingen, zoals uh, domain-driven design. Uh, wat ik ook aanmoedig in mijn trainingen, is uh, het stellen van vragen. Uh, ja, mijn ideale training uh, is een training waarbij de studenten zo nieuwsgierig zijn dat ze al vragen uh, alle stoffen vragen. En dan, ja, dan hoef ik helemaal niet meer te werken, alleen om maar plezier te hebben. En uh, ja, dat is ook uh, nuttig voor de, voor de andere studenten. Want uh, de vragen waar hun medicoasisten mee worstelen, zijn ook vaak de vragen waar ze zelf mee worstelen. Dus dan, uh, ja, dan wordt het. Uh, de leukste trainingen. Ik hoop jullie daarom ook uh, terug te zien uh, bij mijn volgende training.